Goeiedag. De zuiden- tot zuidoostenwind wordt vanochtend verruild voor een westenwind. En dat levert binnen ons land een groot temperatuurverschil op. In het binnenland nog broeierig warme temperaturen ruim boven 20 graden. In Twente zelfs nog 25, terwijl die westenwind in de kustprovincies de temperatuur al behoorlijk naar beneden drukt. En daar gaat het vandaag ook niet heel veel warmer meer worden dan een graad of 20. Nou, die verandering van de windrichting is niet het enige wat ons vandaag te wachten staat. En vooral op dat overgangsgebied tussen die westen- en die zuidoostenwind. Dat is ook het grensvlak van wat koelere lucht vanaf de Noordzee en de warmte die zich nog boven Duitsland bevindt. En vooral in het noordoosten van het land kunnen dan een aantal stevige onweersbuien ontstaan. We zien ze hier een beetje in een lijntje vormen. Maar we zien vervolgens ook vanuit het zuiden een regengebied over het land trekken. Daar kan misschien hier en daar nog een klap onweer bij zitten. Maar onweer, hagel en windstoten dus vooral bij die buien in het noordoosten. En dat regengebied wat vanuit het zuiden gaat overtrekken, dat gaat vooral zorgen voor een langere tijd met regen en soms ook wel wat intensievere neerslag. Nou, hoe ziet dat er later vanmiddag en vanavond dan uit? De zwaarste buien dan in het noordoosten. Daar dus kans op onweer, hagel en windstoten. En vanuit het zuiden trekt dan dus dat buien/regengebied over het land. En die regen zorgt er ook voor dat het daar al behoorlijk afkoelt. Vanavond een graad of 15, terwijl in die broeierige lucht met die buien in het noordoosten, daar is het nog 20 of 23 graden. Nou, vannacht dan zijn die buien verdwenen en dat regengebied verlaat het land via het noordoosten. En uiteindelijk begint het dan in het zuidwesten al iets op te klaren. Daar ook de laagste temperaturen, zo'n 13 graden. In het binnenland minima van 15 graden. Morgen gaan we echt merken dat we in die koelere lucht terecht zijn gekomen. Een zuidwesten tot westenwind, een matige wind. En de temperatuur komt niet heel veel hoger uit dan 19 graden aan zee. En in het binnenland kan het nog wel 22 graden worden. Maar best een groot verschil dus met de afgelopen dagen. Wel een rustige zomerdag. In de loop van de dag wat stapelwolken. En vooral boven de wat warmere gebieden in het binnenland kan zo'n enkele stapelwolk nog tot een bui uitgroeien. Maar een groot deel van het land houdt het droog. En dus met gematigde temperaturen.